Hallo Peter en Frank, wat ontzettend leuk dat jullie hier vanmiddag waren. Maar misschien is het even handig dat jullie jezelf eerst even introduceren voor de groep. De meeste mensen kennen ons natuurlijk als pedalen en roeiringers, denk ik haast. En later hebben we nog heel veel dingen samen gedaan. En sommigen kennen ons misschien van het voetbalveld, want we voetballen ook nog. En ja, wij zijn in 1980 al begonnen, een hele tijd geleden, met samen liedjes schrijven. Vaak in Gronings dialect. 37 jaar geleden. Ja. Want jullie bekendheid, dat was vanmiddag wel duidelijk toen jullie binnenkwamen bij de groep. Er waren een hele aantal die jullie absoluut kenden en helemaal dol enthousiast waren. Nee, dat gaat echt van generatie op generatie. Ouders laten weer de liedjes aan hun kinderen horen op vakantie of zo. Ja. Dus, voor zijn plasma net hoorde ik iemand Baukelina al zeggen. Ja, ja. Prachtig. Ja. Het is net of jullie steeds interessanter, moderner, meer in, cool en dat soort dingen worden. Tenminste, bij deze doelgroep zie je dat. Ja. Gek genoeg. Dat weet ik niet zo. Leuk genoeg. Ik weet het niet, maar je merkt in ieder geval wel dat vooral de liedjes die we in die tijd, 1980 tot 1983, geschreven hebben, dat het klinkt raar als ik dat zelf zeg, maar een beetje Gronings erfgoed schijnt te worden. Wat vonden jullie van de groep die je zo hier zag? Want het is natuurlijk een heel gemêleerd gezelschap. Ja. Nou ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Super enthousiast ook de hele tijd. Ja, heel enthousiast. Energiek clubje zo. Ja, want ze verschillen natuurlijk onderling enorm. En ze hebben met en zonder beperking proberen we dat, door middel van de studenten van het conservatorium, dat muzikaal te verbinden. Dat lukt elke keer heel leuk, maar jullie geven daar natuurlijk wel een extra touch in dit geval. Het lijkt me geen makkelijke opgave, maar ik heb al aardig wat videofilmpjes op YouTube gezien. En het lijkt me wel heel leuk om hieraan mee te werken. Ja, ik vind dat die studenten en de leerlingen dat heel erg goed doen. Dat is ook gewoon heel natuurlijk. Je hoeft er ook niet moeilijk over te doen. Je gaat gewoon leuk met elkaar muziek maken. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het met de discipline is van deze groep. Ja, ja. Dat is wonder wel goed. Ja, ja, ze zijn dat zo aan elkaar nu gewaagd. Dat vond ik ook van het gezicht van even stilte, was iedereen meteen doodstil. Maar we zijn heel benieuwd wat jullie in de nabije toekomst samen met deze groep gaan doen. Wij ook. Waar wij goed in zijn, zij blijkbaar ook, samen liedjes zingen. Dus dat, dat gaat wel goed komen. Dat was helemaal geweldig. Ja. Ja. Dank jullie wel. Jo. En tot ziens. Jo. Tot gauw.